gaan jullie meenemen, heel kort, 20 minuten, 25 minuten, 30 minuten, ja, over biobased. Het eerste plaatje gaat eigenlijk wat we allemaal gaan doen, maar dat is van achtergrond naar praktisch naar de toekomst. En we eindigen eigenlijk met het symposium 12 mei. Het eerste plaatje gaat eigenlijk over materialen. Beetje vaag misschien, maar er is al heel vaak getoond natuurlijk hoeveel materialen er verdwijnen. Dit grafische plaatje laat zien, die donkere kleuren is hoeveel we al gebruikt hebben. En dat lichtere kleurtje wat eronder zit, is hoeveel er nog over is. Als je nou bijvoorbeeld zilver zou nemen, dan weet Willem nog veel beter, want Willem is van materialen. Hoeveel hebben we dan nog? We hebben nog voor 17 jaar ongeveer zilver beschikbaar. Dat betekent dat het nog maar heel kort is. En zilver, dan denk je van dat gebruiken niet zoveel. Maar in alle zonnepanelen zit zilver. En ook in alle deodoranten die wij hier met z'n allen gebruiken. Deels ook hier, hè? Zit ook van dat in de mobiele telefoons. Zilver wordt dus als antibacteriële waarde onder andere gebruikt. En wat wij binnen het lectoraat aan het doen zijn, is ook om te kijken van kun je dat door biobased materialen vervangen. Dus behalve het klimaatprobleem wat iedereen kent, dus de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2, is de schaarsheid van materialen een groot element aan het worden voor de komende tijd. En daarmee verstoor je natuurlijk ook de natuur, dus dat is een derde item. Ja, dat is ook nog een ruimtelijke ordeningsprobleem. Als je ziet dat rechtse plaatje, dat zijn eigenlijk een soort woestijnen geworden. En daar groeit vaak ook niks meer op. Laat staan dat er mensen kunnen wonen. Dus dat is een bijkomend iets. Het volgende plaatje gaat even dieper in op de sector zelf. Maar die getallen kennen jullie wellicht ook wel. Een heel belangrijk getal is die 50% van alle delfstoffen die we uit de grond halen, uit de aarde, die dus eindig zijn, worden gebruikt in onze sector. Dus bouw, infra, projecten. 40% eindigt in een afvalstroom. Zult u zeggen, nou ja, niks aan de hand, hè? Want afval kunnen we recyclen. Hebben we net allemaal presentaties van gezien. Maar bepaald afval kun je niet recyclen natuurlijk. En bij recyclen gaat de kwaliteit van hetgene wat we willen gebruiken steeds iets omlaag. Dus voor het ene materiaal zijn het cycli van 3 keer. Voor de andere is het 5 keer. En dan is het gewoon op. Ja. Even los van plastics, hè, want die circuleren eeuwig door het ecosysteem. Door de natuur heen. Maar het is wel vreemd, want als je dat ziet, zijn we een hele grote branche als bouwen, maar toch als je naar EZ kijkt, is het geen topsector. Dus er is niet een soort topsectorbeleid op innovatiegebied voor de bouw. En dat is iets wat we in noden missen. Nou, daarnaast is een belangrijk item ook het binnenklimaat van gebouwen. We zijn 90% van onze tijd zijn we binnen. We zitten thuis, in de auto. En op kantoor. We zijn nog maar 10% buiten, terwijl we eigenlijk met z'n allen buiten willen zijn. Maar het klimaat binnen is door alle isolatiematerialen en door het gebruik van bepaalde materialen, is het binnenklimaat steeds slechter aan het worden. En het is een onderzoekje wat door de universiteit Humboldt Universiteit gedaan is, van Berlijn. En dat is Europees wijd, in alle landen hebben ze geïnterviewd hoe mensen het binnenklimaat ervaren. En dit zijn de resultaten voor Nederland. En vooral als je naar de onderste kijkt, dat 2 van de 3 personen heeft last van longen- of luchtwegirritatie in het binnenklimaat. Dus naast dat klimaat opwarmen, naast dat we materialen aan het opraken zijn, is ook dat binnenklimaat een belangrijke uitdaging voor de bouw. En ook een uitdaging voor biobased om daar een oplossing voor te bieden. Nou, dat zijn hele ingewikkelde plaatjes, maar die zult u waarschijnlijk ook herkennen. Dus wat we normaal doen met materialen, is dat we ze in een aantal cycli stoppen en dat breekt steeds af. Hè. De kwaliteit wordt steeds minder. En waar we naartoe willen is eigenlijk het volgende plaatje, waarin je zegt van nou, datgene wat we gebruiken, komt eigenlijk steeds terug in de cyclus, in plaats van dat het ergens verdwijnt. En dat is eigenlijk te zien in het plaatje hierna. Doet u het? Ja. Waarbij je vanuit de mens centraal, dat is het midden, dus een gezond binnenklimaat, een gezonde leefomgeving, de materiaalstromen zo organiseert dat ze steeds hergebruikt kunnen worden of bijgroeien, zoals die planten hier in deze hal. Ja. Wat bij de vorige nog wel even interessant is om te noemen, het gaat om een technische innovatie van zeg maar, bestaande materialen naar biobased materialen, maar niet alleen technisch, want het gaat ook over regelgeving. We zijn onder andere een onderzoek aan het doen met Staatsbosbeheer. En Staatsbosbeheer oogst elk jaar het riet. Maar dat riet wordt in de natuurgebieden wordt dat verbrand.
omdat het te duur is om het riet naar de kant te brengen en daar producten van te maken. Dus we verbranden in de natuurgebieden het riet. Dat mag eigenlijk niet, maar dat wordt gedoogd. En parallel daaraan zijn we riet uit China aan het halen om dat hier op de daken te plaatsen. Maar dat heeft vooral te maken met dat riet, als het een afvalproduct is, mag het niet meer terug in de economie komen. Dus de regelgeving loopt daarachter bij de technische mogelijkheden. En dat zijn natuurlijk dat zijn dingen die je parallel moet aanpakken met je innovatie. We focussen heel veel op het gebruik van composieten. Een composiet is in feite een samengesteld materiaal. We doen heel veel onderzoek naar vezelversterkte composieten, waarbij de vezels sterkte geven. Dat is aan een touwtje, kun je heel goed aan een touw trekken en dat is heel sterk. Maar er zit ook altijd een binder bij. En die binder zorgt ervoor dat die vezels vormvast blijven. Dus dat ze ook op druk belastbaar zijn. En dat, dat je ze goed kunt gebruiken. En daarnaast worden additieven toegevoegd aan die combinatie van materialen. Om bijvoorbeeld de vochtabsorptie beter te maken. Of om de kleur te verbeteren, brandwerendheid en dat soort zaken. Dus in plaats van een gevel die geen vocht meer opneemt, kun je door dit soort materialen toe te voegen een ademende gevel krijgen. Als je sport en je hebt een nylon t-shirtje aan, zweet je heel erg. En als je een katoenen t-shirt heeft, neemt die veel meer vocht op en staat het daar ook weer in af. Dus dat soort effecten kun je met biobased meenemen en ook met composietmaterialen. Nou, een eerste product wat een jaar of 5 geleden gerealiseerd is deze gevel van een aardoverslagstation. En daarmee heeft de architect de vormvrijheid van het materiaal uitgebuit door de formule van aardgas naar voren te brengen. Dus je ziet daar de CH4 en de N'tjes van stikstof om te laten zien dat je met die nieuwe materialen ook vormvrij kunt zijn. Een ander materiaal waar we veel onderzoek naar doen is kalkhennep. De kalk kennen we allemaal in feite omdat de Romeinen daar al mee bouwden. Dus dat is in feite ongebluste kalk. Je kunt het maken van schelpen, je kunt het maken van het ontharden van water. En je kunt het ook uit mijnen halen. En dat combineer je met de houtige delen, zeg maar de binnendelen van de natuurvezel, waar de vochttransport in de levende plant in zit. Maar die eigenschappen kun je heel goed aan het kalk toevoegen door er kalkhennep van te maken en daarmee dus een ademend geheel van te krijgen. Nou, in Nederland wordt dat nog mondjesmaat gebruikt, maar hier in Engeland is het bijvoorbeeld het hoofdkantoor van Marks & Spencer. In Engeland wordt dat al heel veel gebruikt. En in dit project hebben ze een installatie van 7 ton kunnen besparen doordat ze hele dikke gevels hadden van kalkhennep. In de winter een veel betere isolatie, maar in de zomer ook veel meer thermische buffering en daardoor een beter binnenklimaat en veel minder installatie-energie. Een derde materiaal waar we veel mee werken is mycelium. Dat zijn in feite de wortels van paddenstoelen. En het is een materiaal dat nog redelijk ver van de markt staat, al worden er wel in Amerika ook al meer stappen mee gezet. Het is heel licht, het is heel goed op impactweerstand beschikbaar. Dus je kunt in ieder geval aardbevingsachtige huizen van maken. En het leuke is, het groeit op de restafvallen uit de landbouwindustrie. Dus als je de granen hebt geoogst, kun je op het stro dit materiaal laten groeien. En we zijn hier als Avans nu onderzoek aan het doen van, kun je hier ook een buitengevel van maken? Hoe zit het met UV-bestendigheid, vochtbestendigheid, isolatiewaarde? En hier zie je een voorbeeld van het materiaal wat toegepast is in het Museum of Modern Art in New York. En daar heeft een architect al een hele toren neergezet. En wij zijn nu verder aan het kijken of we daar echt een huisje van zouden kunnen gaan maken op het terrein van Spark in Rosmalen. Ja, en wat ook meer op druk belast kan worden, zeg maar. Ja, dus we doen allemaal al dat soort testen. En ook als jullie zelf ideeën hebben, schiet ons aan op het gebied van biobased of bouwproces. Want daar kunnen we ook projecten omheen. Bamboe is een ander interessant materiaal. Bamboe komt vooral uit China, 98%. En wij proberen te focussen op lokaal bamboe. Dus bamboe uit Nederland en bamboe uit België. Dat groeit iets minder snel, maar heeft wel hele goede mechanische eigenschappen. Nou, vlas is een ander heel mooi materiaal. Wat heel erg al dicht bij de markt staat. Maar wat nog steeds wel heel veel innovatie, maar dan vooral marktinnovatie, behoeft om door te breken. Dus het is heel lastig voor de vlasindustrie om te vechten in feite met de steenwolindustrie. En als je kijkt naar de Arbo-achtige regelgeving of je kijkt naar CO2 footprint, dan win je makkelijk. Maar als je economisch kijkt of strategisch, dan is het nog steeds een lastig. Trouwens, voor bamboe heb je ook al onderzoek. Dus verlijmd bamboe heeft een hogere sterkte dan staal. Dus er wordt al onderzoek naar gedaan om bamboe zo te verlijmen dat je het als constructiemateriaal kunt gebruiken. Alleen de verlijming is daar nog een probleem, omdat verlijming nog niet totaal biobased is. Dus dat is een van de opdrachten om te kijken hoe je die verlijming eigenlijk op een biobased manier kunt doen.
zodanig dat het weer uit elkaar gehaald kan worden. Ja. Maar dus daar kun je hele lichte constructies mee produceren. Dat is die. Stro wordt ook redelijk veel in het buitenland gebruikt. In Nederland zijn er een 100-tal woningen met stro gebouwd. Ze zijn redelijk onbekend. Het is veel zelfbouw. Het zijn vooral partijen die gezondheid belangrijk vinden of milieu belangrijk vinden. En die dat zelf gaan bouwen. In de reguliere bouw kan het nog een flinke slag verder krijgen. Er zijn wel al wat oplossingen met prefab waar je mee aan de slag kan. Nou, dit is het riet waar we het net over hadden. Dus het riet wat uit China komt. Maar riet is ook een oud materiaal natuurlijk wat we kennen van rieten daken. Maar je kunt er ook heel mooi mee shapen. Dus qua vorm, isolatiewaarde en ook levensduur buiten is het een heel goede toepassing. En rechts zien we nog schelpen die veel in Zeeland gewonnen worden en gebruikt worden om kelders te isoleren. Dat komt heel mooi. En nog een laatste. Dan moeten we nog kijken of dat echt zinvol is. Dit is een project in Denemarken waar ze zeegrassen en zeewieren gewoon van het strand afhalen en gebruiken als isolatie, externe isolatie op daken. Het rot niet, dat is het voordeel, want het is in het water opgegroeid. Dus het kan heeft een lange levensduur en het heeft een goede isolatiewaarde. En hier in Denemarken is dat een interessant item. Maar je moet natuurlijk altijd weer kijken, is er voldoende en ga ik niet het biologische proces daarmee beïnvloeden. Nou, als jullie naar de website biobasedbouwen.nl gaan, dan zie je een stuk of 50 bedrijven die hun producten allemaal aanbieden. Het zijn allemaal wat kleinere bedrijfjes. Kleinere bedrijven die wel in potentie hele interessante materialen hebben. Een aantal zijn dicht bij de markt, een aantal zijn wat verder van de markt. Maar dit soort bedrijven proberen wij als Avans met onderzoek en met het bouwen van prototypen te begeleiden in de vaart der volkeren. Ja, dat is dus een van de uitdagingen hoe je eigenlijk van relatief kleine pilots met relatief kleine bedrijven kunt gaan kijken hoe kun je die productie eigenlijk vergroten en hoe kun je slimmer produceren met deze materialen. Nou, dat is eigenlijk het bruggetje naar de brug die wij gezamenlijk gedaan hebben. Het leuke aan dit traject alleen al, deze brug zou in Terneuzen komen oorspronkelijk. Daar liepen we aan tegen wet en regelgeving, waardoor alle partijen eigenlijk in een soort kramp kwamen. Waardoor je zo'n mooi project eigenlijk niet kunt gaan doen. Door het project eigenlijk naar Avans toe te halen, creëer je eigenlijk een situatie waar je met de bedrijven en overheid kunt gaan onderzoeken van wat is er nou nodig om zo'n uniek ding, want dat is het, te ontwikkelen. En hoe kun je daarvan leren zodanig dat je kunt verbeteren. Dus dit project is 1,5 jaar geleden gestart, eigenlijk overgenomen. En oktober, is die over de Dommel tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven geplaatst. Inclusief sensoren om te kijken van hoe werkt het ding nu? Hoe vervuilt hij eigenlijk? Veroudert hij op een bepaalde manier? Gaat hij misschien iets verder doorzakken dan wat we oorspronkelijk gedacht hebben? Dus eigenlijk een living object, een soort levend laboratorium, wat wij gebruiken om die volgende stappen te zetten. Want die zijn wel zeker nodig. Ja. En het leuke van dit project is met 100 studenten gedaan. Dus we hebben ook binnen bij die 100 studenten het zaadje van BioBased geplant in 30 dagen. Dus ze hadden nog nooit met biocomposieten gewerkt. En er staat nu een brug die ook daadwerkelijk getest is door de gemeente om te kijken of hij de belasting weerhoudt. Want het is een openbare brug, dus hij moet wel natuurlijk voldoen aan het wet en regelgeving. Een aantal bedrijven zijn erbij betrokken geweest. En daarmee is 95% BioBased op volume brug gerealiseerd. En dat is 's werelds grootste biobased object wat er gerealiseerd is. Nou, je ziet hier een paar plaatjes hoe dat gegaan is. Ze hebben eerder een soort kleinere test gedaan met een prototype van 2 meter. Dus dit plaatje eigenlijk laat zien hoe we dat met studenten onderzocht hebben. Dus ze hebben beschreven welke methodes zijn er nu om zo'n brug van 14 meter te maken. Eerst hadden we hem 30 meter willen maken, maar het werd iets kleiner. Dus de studenten hebben hier daadwerkelijk geleerd om dat te doen. En uit dat resultaat kwam eigenlijk de basis om die 14 meter brug in 1 keer te kunnen bouwen. En zoals gezegd met 100 studenten in totaliteit. Waarbij we ook geanalyseerd hebben, beschreven van hoe dat proces van het inpakken, uitpakken, injecteren, hoe dat eigenlijk plaatsvindt en wat de voor- en nadelen zijn van zo'n ontwerp- en realisatieproces. Ja. En zo'n proces stopt dan niet voor ons? Want we hebben hier nog heel veel optimalisaties uit gezien. En die willen we dan in een vervolgproject met andere partners gaan realiseren. Want er zitten hier nog heel veel inefficiencies in.
En in feite, als je er echt goed naar kijkt, is het een biobased brug. Dus het is circulair, maar in principe is het een lineaire brug, want je kunt hem maar één keer gebruiken. Dus we moeten daar nog een slag maken. En dat is best wel lastig, dat klinkt allemaal heel mooi, een circulaire economie. Maar in de praktijk is dat toch een stuk weerbarstiger. Dat is ook een beetje te zien in die vorige prent. Je moet hem twee keer injecteren, dan moet je hem twee keer inpakken en injecteren. Dat materiaal om hem in te pakken, omdat het hars bevat, wordt knoepelhard, dus je kunt het materiaal niet meer hergebruiken. Dus in wezen heb je vrij veel afval om die brug te kunnen produceren. Dat is natuurlijk iets waar we tegenaan liepen. In de tijd gezien hebben we het op die manier gedaan. We zijn nu nadenken hoe kun je dat slimmer doen. En misschien wel helemaal geen verpakking meer hebben. Of een verpakking die oplost. Dat is een van de bevindingen om het te doen. En het is natuurlijk één monoliet van 14 meter. Als je er eentje van 16 nodig hebt, moet je een nieuwe maken. Dus modulaire brug zou een optie zijn. Het bij hem automatisch kunt verlengen. Het zijn allemaal opgaves voor de komende jaren die we op papier, niet alleen op papier gaan doen, maar ook met prototypes. Ja. En de brug is opgebouwd uit vlasvezels, die geven heel veel sterkte. En hennepvezels zitten er ook heel veel in. En verder een PLA-schuim, dus het is gemaakt van mais, suikers. Ja. Er zit kurk in. En er zit een hars in die voor 55% biobased is. Een 100% biologisch hars was nog niet beschikbaar. En deze is ook al heel erg duur. Dus dat, Nou, er zijn specifieke proeven gedaan natuurlijk om de eigenschappen, de technische eigenschappen van het materiaal te bekijken. Ook daar liep we aan, is natuurlijk een natuurproduct. Heb je genoeg samples die vanuit eenzelfde productielijn komen of van eenzelfde bron komen, anders kun je het ook niet vergelijken. We moeten denk ik nog 5 minuten, Wijnand. Geloof het wel. Nou, de mooie kun je zeggen, de outcome, wat in een traditioneel proces niet gelukt is, is eigenlijk wel via die route met onderwijs- kennisinstellingen gelukt. Waarbij eigenlijk veel meer tijd ter beschikking hadden om met die bedrijven iets te doen. We zijn nu ook aan het kijken naar die vervolgstappen, zoals gezegd. Voor de gemeente was dit een eye-opener, omdat we eigenlijk via hele andere routes toch een daadwerkelijke brug hebben kunnen. Niet alleen bedenken, maar ook kunnen testen. Soms op hele onconventionele manier. Hè. De doorbuiging is gewoon getest met 500 liter vaten water op de brug te zetten. Heel simpel, maar het werkt wel. Trial and error, ja. We hebben ook gewerkt, niet alleen met MKB-bedrijven, maar we hebben ook gewerkt met ROC's, met universiteit en HBO-studenten. Komt niet zo vaak voor, maar daarbij krijg je ook die koppeling van verschillende kennis op één plek. Ja, en het leuke is dat er is nu een commerciële aanbesteding in Friesland voor een brug. En er zijn nu heel veel gemeentes die ons benaderen van, kunnen jullie ons helpen met het realiseren van een biobased brug? Dus je ziet dat één zo'n ding wel veel impact kan hebben. Oh. Nou, de bevindingen, dat was al deels al duidelijk. We hebben ontdekt dat in de manier zoals we het nu gedaan hebben, er nog heel veel materiaalverspilling optreedt. En je hebt heel veel afval om het te produceren. Dus de eerste opdracht is om dat eigenlijk naar beneden te halen. Minimaliseren. Een hele mooie opbrengst is een boek wat door in Holland gemaakt wordt. Waarbij alle beschrijvingen, eigenlijk technische beschrijvingen, gebundeld zijn. En die worden nu ook in het onderwijs gebruikt, maar zijn ook ter beschikking van alle bedrijven. Van jullie allen, precies. Dus als jullie dat interesse hebben in het boek, stuur even een mailtje. Nou, verbeteren wil zeggen dat je een hele aantal dingen moet gaan sleutelen. Dit plaatje laat eigenlijk zien, dat zijn eigenlijk verspillingen. Je kunt verspillingen op arbeid, materiaal, et cetera, eigenlijk gaan onderzoeken en optimaliseren. Dat is één aanpak. Een andere aanpak is dat je zegt, nou ja, ik ga het zodanig ontwerpen dat het helemaal niet meer gebeurt. Dus je kunt ontwerpen voor ontkoppelen, noemen we dat. Design for disassembly. Waarbij je eigenlijk materiaal kunt hergebruiken of op een andere manier kunt gebruiken. Of kunt vervangen door betere opties. Daar eigenlijk waar we naar op zoek zijn. Nou, wat daarvoor nodig is, is dit plaatje eigenlijk. Wat we al beschreven, het onderwijs kan dat faciliteren. Het mooie is dat wij eigenlijk ieder half jaar met bedrijven een soort volgende stap zouden willen zetten om zo'n brug in dit geval, maar het zou ook een woning kunnen zijn, stap voor stap te verbeteren. Niet alleen verbeteren qua technische eigenschappen, maar ook qua eigenschappen van hoe komt het tot stand, hoe beheer je het eigenlijk en businessmodellen die minstens zo belangrijk zijn. Bedrijven hebben natuurlijk ook een businessmodel nodig om dit soort materialen op een goede manier te kunnen toepassen. Toepassen, ja, want wie neemt de risico's bij zo'n commerciële aanbesteding? Normaal wordt dat neergelegd bij de aannemer, maar het is natuurlijk in feite een maatschappelijk probleem wat met z'n allen oplossen.
Dus je kunt niet als één partij dan al die risico's gaan nemen. Je moet daar een soort gedeeld risicomodel gaan opbouwen. Nou, waar ligt de toekomst? We hebben eigenlijk drie korte voorbeelden. Dit is eigenlijk een voorbeeld, je kunt zeggen, met een heel traditionele oplossing. Het zijn gewoon rieten matten die op een andere manier verwerkt worden. Het paviljoen van Spanje een paar jaar geleden. Het geeft aan dat je vaak helemaal niet zo heel ingewikkeld hoeft te denken om biobased materialen toe te passen in een andere manier, in een andere vorm. Er zijn ook productietechnische ontwikkelingen. Daar weet Willem eigenlijk veel meer van. Je kunt ze printen natuurlijk, je kunt ze op een andere manier weven. Het zijn allemaal manieren om biobased materialen anders te produceren dan traditionele manieren. Ja, dus veel minder arbeidsintensief, omdat wij natuurlijk hier in Noordwest-Europa de duurste arbeidskrachten hebben, moet je al heel snel naar geautomatiseerde productietechnieken toe. Maar dat biedt dan ook weer heel veel mogelijkheden. Dit is de laatste. Je kunt ook heel anders denken. Je kunt het fabriekmatig industrieel produceren. Dit is een voorbeeld waarbij zo'n unit die jullie hier zien eigenlijk een hele comfortabele unit is, waarin alles geregeld is. Dus het inwendige comfort, klimaatinstallaties, energieopwekking en hergebruik van materialen. Je hebt eigenlijk geen bouwplaats meer, omdat dat armpje wat er hangt, wat vroeger de gevelwasinstallatie is, gewoon die modules eigenlijk kan plaatsen en terugplaatsen. De hele zaak is zo licht dat je ze op een wagon kunt vervoeren. Lijkt ver weg, maar komt steeds dichterbij. Dus je slimmere manieren met nieuwe materialen Adaptief. Produceren. Dat is wat we deels gaan laten zien, ook in de laatste slide, op vrijdag 12 mei in Tilburg, in de Koepelhal. Een heel dagprogramma eigenlijk, georganiseerd met Acquire, met Stedenbouw en Architectuur, met de gemeente Tilburg als hoofdsponsor en een aantal interessante sprekers al, Willem. Hè? Ja. En wat we daar doen is te kijken naar de technische innovaties, dus naar de nieuwe materialen, maar ook naar architectuur, naar het proces en naar de business case. Dus van alle kanten kijken we naar het biobased bouwen. Hoe kun je dat van een niche markt tot een reguliere business maken? Parallel daaraan is er een eco-week. Dus we zijn met een 100, 150 studenten allemaal bezig om, vanuit de hele wereld komen die studenten, om allemaal biobased oplossingen te verzinnen voor lokale Tilburgse problemen. En die zullen ook hun oplossingen en hun creativiteit op die dag tentoonspreiden. Dus we willen jullie graag uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Dus het is vrijdag 12 mei. Opgeven kan via de website die jullie hier zien. Of via Wijnand of via ons. Er liggen zijn flyers. Een dagprogramma van zeg maar 9:30 tot 16:00. Ja. Bedankt voor jullie aandacht. Bedankt voor jullie aandacht.